Niet normaal dit. Nee. Ik schrik er gewoon van. Ja. Heel heftig. Nee, heel heftig. Ja. Ik ben er erg van geschrokken. Kijk, je gezicht. Mijn kinderen zijn wel echt... Ja, ik zeg altijd, het is mijn leven. Oh, wat leuk. Je krijgt zoveel liefde van kinderen... dat mij als moeder gewoon een gelukkig mens maakt. Ja. Alles draait om het gezin. Ja. Het is... hoe het wel bij ons gaat tenminste. Het is mijn leven. Ja. Ik rook. Ja, nog steeds. Ja. Oh, ik moet denken vanaf mijn 15e, denk ik. Ja. Zoiets. Ik ook zoiets, dus het... Ook 15. En ook altijd in de tuin. Ja, altijd buiten. Altijd. We roken nooit binnen. Nee. Ja, dat wil je gewoon niet, dat je kinderen meeroken. Nou, ik vind het ook vies, het stinkt. Ja. Ik rook wel buiten. En dat is puur omdat ik zoiets heb van, ja, het is niet goed voor de kinderen. Ik wil dat hun zo min mogelijk eigenlijk, ja, rook inademen. Ik wil eigenlijk mijn kinderen daar niet mee opzadelen. Eerstehands roken is als je zelf rookt. Tweedehands roken is als je staat naast iemand die rookt. En die rook die hij uitademt, die adem jij vervolgens in. Maar derdehands rook is een best wel voor veel mensen een nieuw begrip. Dat is, je denkt netjes te doen, je gaat naar buiten en je rookt daar en komt dan weer binnen. Maar intussen neem je gewoon heel veel schadelijke stoffen mee naar binnen. En daar hebben mensen, en kinderen vooral, dus ook last van. Dat is een heel belangrijke ontdekking, ja. Inmiddels blijkt dat je als roker buiten ontzettend veel stoffen mee naar binnen neemt. En die stoffen hangen als een wolk om je heen. En als je een kind op de arm neemt, ademt het die stoffen in. Bovendien, die stoffen die je verspreidt, die vallen neer op de grond en op de meubels en overal. En daar blijven ze echt heel hardnekkig plakken en komen ze dus ook bij kinderen binnen. Dus dat is een hele nare, hardnekkige vergifting eigenlijk. Ja. Huh? Hi. Huh? Oh, yo. Zo. Nou, op je neus. Nou. Kijk, die koelkast. Ja. Ja. Heel heftig. Nee, heel heftig. Ja. Ik ben er erg van geschrokken. Niet normaal dit. Nee. Ik schrik er gewoon van. Ook op het eten, op het drinken. Vooral dat was ik ja. Erg... Vond ik ook heftig. Spullen, eten. Maar het eten dat je ook dan gelijk opeet. Het eten. Het feit dat ze dat ook dan naar binnen krijgen. Ja, wat dit experiment, wat natuurlijk niet wetenschappelijk is, hè, toch heel duidelijk laat zien, is dat het in de praktijk met derdehands rook zo werkt. Als je buiten rookt, neem je dus die rook in een wolk mee. Dat ademen kinderen in. Maar die rook die zakt ook naar beneden en die komt op alles terecht wat er maar is. Dus op de vloer, op speelgoed, noem maar op. Kinderen hebben daar vooral last van omdat die een relatief snelle ademhaling hebben. En daardoor veel stoffen binnenkrijgen. Ze zitten veel op de grond. En daar zitten veel van die schadelijke stoffen. Of ze zitten op de arm bij de ouder en krijgen daar van alles binnen. Ik moet gewoon stoppen met roken. Ik denk dat het ook geen kwestie is meer van proberen. Ik denk ook als ik nu echt door zou blijven roken... dat ik gewoon echt wel bewust mijn kinderen schade toebreng. Nou ja, nu je ook weet wat je doet, zeg maar. Je doet je best. Je weet roken is slecht, maar je doet je best. En je krijgt het toch nog binnen. Ja, nee, dat is klaar. Nou, als je kinderen er zoveel van binnen krijgen, dan is het hoog tijd om te stoppen. Ja, dat vind ik ook. Als ouder is er één manier om te zorgen dat je kind niet in contact komt met derdehands rook. En dat is echt stoppen met roken. En dat is best moeilijk. Maar het kan wel.